maar ook geen groei meer was. En dan hebben we gezegd van, aan de aandeelhouders, ofwel kunnen we er nu gelukkig mee zijn, dan gaan we consolideren, ofwel gaan we proberen nog wat te groeien. En dan hebben we gekeken van, hoe moeten we nu groeien? Hoe raken we in de top 20 van Europa? Wat moeten we daarvoor doen? En dan hebben we de lijst genomen van IAPA, eigenlijk heel simpel, is gekeken wie is de top 20 van Europa. En dan hebben we eigenlijk gezien dat iedereen in de top 20 van de pretparken in Europa, die hebben allemaal een hotel. Eentje niet. Als ik mij niet vergis, was dat moviepark in Spanje. Maar alle anderen, dat kunnen blijven slapen. En dan hebben we gezegd, oké, goed, dat lijkt ons dan wel essentieel om ook beddens te gaan maken en ervoor te zorgen dat de mensen kunnen blijven slapen. Dus we hebben gezegd, we gaan een hotel bouwen en we hebben dan een terrein achter het park gekocht waar we nu ongeveer 75 vakantiehuisjes aan het bouwen zijn, waar we caravans, mobilhomes en dergelijke aan het bouwen zijn. En dat betekent dat tussen dit en 3 jaar, vandaag kunnen er op de site, camping en hotel, kunnen er ongeveer al 1500 mensen slapen. Als de huisjes klaar zijn, dan gaat dat in 2250 zijn. Dus we gezegd, dat is al één om in die top 20 te geraken. We moeten gaan investeren in bedden. En dan hebben we gezegd van, oké, maar investeren in bedden, dat is goed, maar dan moeten we ook zorgen dat ons aanbod goed blijft. En dan hebben we gezien van, we hebben eigenlijk nog niet zoveel voor de allerkleinste. Dat is heel raar. Klopt, dat bestaat 21 jaar en er is hier eigenlijk quasi niks van Boomba. Terwijl dat Boomba een van onze succesfiguurtjes is. En eigenlijk daar buiten het speeltuintje en een meet en greet bij Boomba is er niks. Dus we hebben gezegd van, oké, goed, we gaan investeren in Circus Boomba. Volledig nieuwe indoor, zoals we Mayaland hebben. Met daarachter dan een soort van nieuw bos van kloppen. Die tekeningen hangen hier ergens in de zaal. En dat gaan we nu op jaarlijn, ja, ik denk daar. Op jaarlijn gaan we dan met die bouw starten. Meer indoor en voor de allerkleinste. Waarom ook? Met het hotel, met de huisjes gaan we jaar in jaar uit. Elke woensdag, elke zaterdag en zondag ook het grote Popsalantepannen openhouden. Dus niet enkel het waterpark in Mayaland. We gaan alles openhouden, dus dan moesten we nog meer in de accommodatie. En aan de andere kant stelden we vast dat we bij Anubis toch wel al een mooie achtbaan hadden, maar dat dat net niet voldoende was om toch ook een klein beetje volwassener te worden als park. Dan zijn we gaan nadenken, dan hebben we gezegd van oké, nu moeten we dan toch eens een grotere achtbaan gaan kopen. En wat moet dat dan zijn? Voor mij moest dat iets zijn wat eigenlijk in Europa nog niet bestond. En elke keer dat ik op de Japanbeurs rondwandelde, dan hoorde ik mensen praten over een park heel ver weg in Missouri. Ik heb begrepen dat er een aantal van jullie daar geweest zijn. En zelfs niet iedereen van MAC had die achtbaan gedaan. Maar iedereen sprak daar vol lof over. Dus ja, ik heb gewoon gezegd van, goed, ja, allee, nog wel eens naar Missouri. En ik moet zeggen, en degene die er geweest zijn, kunnen we dat bevestigen, was ik echt wel in de middle of nowhere. Dus je moet niet kiezen welke huurauto en dat je moet boeken, want er staan er maar 10 op de luchthaven. En voor zij die Netflix gezien hebben, Ozark, dat is de serie Ozark, dat is eigenlijk daar. Dus dat is eigenlijk omdat die familie heen vlucht om eigenlijk van niemand nog last te hebben. Een heel mooi park, er staat een fantastische achtbaan, je gaat erop en je zegt van, wauw, dat is helemaal anders dan een normale spinningcoaster. Heel moeilijk gebouwd ook, staat volledig op de rotsen gebouwd. Maar wat je ook wel voelde, als je erin geweest was van ja, tof, nieuw concept. Maar het is eigenlijk een nieuw concept en er zitten nog te weinig dingen in van een normale achtbaan. Dus hebben we eigenlijk gezegd van goed, we gaan die baan kopen. We gaan die voor de eerste keer in Europa bouwen en we gaan proberen daar een upgrade van te doen. En er echt een volwaardige achtbaan van te maken met allerlei nieuwe features en dergelijke in te steken. En dat is het resultaat zoals hier vandaag de dag staat. Ik moet zeggen, ik was heel gelukkig dat we in COVID een baan gekocht hadden van MAC. Dat we ons geen zorgen moesten maken van... Is het van een andere ver weg leverancier? Dus ik denk niet dat je moet wakker liggen dat MAC kan leveren als je dergelijke baan besteld hebt. Dus dat was geen probleem. Eenmaal de baan besteld, waren we bezig met te kijken hoe moet dat station eruit zien en dergelijke. En dan voelde heel snel dat we een thema moesten. We hadden niet echt een thema. Bij Studio 100 was er een zware druk en men zei van: mag die baan nachtwacht? Ja. Maar het was net de bedoeling om mensen van Duitsland, Frankrijk, Nederland en van verder weg naar hier te halen en dan nachtwacht, kart en wie. Allee, voelde dat niet echt. Dan zijn we gaan brainstormen van ja, welk thema moeten we nu op die baan plakken om toch internationaal door te kunnen gaan dan enkel met nachtwacht. Ze hebben een aantal namen gevallen. Eén van de namen was bijvoorbeeld Casa de Papel van Netflix. We gaan de Nationale Bank van Spanje bouwen, we gaan dan met de rode maskers, met de rode overalletjes en met de maskers gaan we werken. Ik moet zeggen,
Het is niet meer simpel om een deal te maken met Netflix, zelfs om iemand te kunnen bereiken. We zijn daar elke keer toch een beetje tegen de muur gelopen. En dan de stoute schoenen aangetrokken, gezegd van, ja goed, als we nou eerst Tomorrowland maken. Die mensen zaten niet op ons te wachten. Het is niet zo dat zij zoiets hadden van, maar tof, en jullie gaan een achtbaan maken met Tomorrowland. We hebben ze echt moeten overtuigen. We hebben ze uitgenodigd, we hebben het hotel laten zien, we hebben ze het park helemaal als verkoopt. En gezegd van, kijk, we willen nu het hart van dit park, willen we Tomorrowland maken met deze achtbaan en dergelijke meer. Beetje per beetje is dat gewoon gekomen. En zijn we uiteindelijk hier geëindigd met volgens mij een top 8-baan. Ik weet niet of dat het top 3 is van Europa of top 10 van Europa. Ik denk dat dat de volgende weken en maanden, dat zal er wel weer uit gaan komen. En ik denk wel een top thema. En dan een top 8-baan met een top thema, ik denk dat dat heel, heel mooi is. Wat frustreert mij nog een beetje, ik heb het net ook gezegd, dat jullie hier vandaag zijn en dat eigenlijk nog 10% van de decoratie niet aanwezig is. Maar die 10% van de decoratie, denk ik dat nog een impact hebben van 40% visueel. En er komen nog lantaarnpalen van Tomorrowland, er komen nog banken van Tomorrowland, er komen nog inkoopbogen van Tomorrowland. Het horecapuntje, de façade is verlopen, die wordt volledig nog afgethematiseerd. Dus er komen nog echt heel veel dingen bij, die vandaag op containers zitten, die ergens zitten te zweven tussen Hongkong, Singapore, China. We proberen die al maanden te pakken te krijgen. Ik moet zeggen, vele projecten hebben we vandaag last gehad. We hebben geen last gehad van COVID, maar we hebben wel veel last gehad van alles dat te maken heeft met het Suezkanaal en het vastlopen van dat schip daar. Dat is allemaal nog niet onder controle. Dus de zonde is af, maar is ook nog niet echt af. Hè? Dus als je, we hopen tegen de officiële opening op 21 juli om alles af te hebben. Tot over 2 weken zag dat er zo uit. Nu begin ik daar zelfs al een beetje voor te vrezen, want bepaalde containers hebben we nog altijd niet gevonden. Dus we gaan proberen ze zoveel mogelijk af te hebben tegen 21 juli. En dan ga je toch een totaal andere visuele beleving hebben van alles wat er rond de baan hangt. En voor de rest kan ik zeggen, die baan verrast mij telkens op een ander moment. Ik ben er gisteren niet in geweest, het was later op de dag en die was veel heviger. Op elke andere locatie op een trein waar je gaat zitten, heb je een totaal andere beleving. Hij draait ook elke keer anders. Soms vind ik hem heel zacht en best doenbaar. Soms vind ik hem super ruw. Gisteren heb ik zo'n ritje gehad dat ik zoiets had van oei oei. Maar voor ons, als we dat allemaal samen bekijken, achtbaan, Tomorrowland, Circus Boomba, Nieuwe Dark Ride van Boomba, jaar in jaar uit openblijven, huisjes en een hotel. Ja, we zouden echt wel nu in die top 20 van Europa willen geraken, maar hier in de City van de Pannen. En dat zou toch moeten gebeuren tussen een jaar, anderhalf jaar van hier. Kunnen jullie nu langer bezig houden? Ik zou jullie echt aanraden, doe de baan straks eens van voor, van achter en in het midden. Het is 3 keer het totaal anders. En je hebt geluk, want ze heeft heel de dag gedraaid, dus ze gaan nog warm zijn. Dus het zal sowieso nog een beetje harder gaan. Heel veel plezier straks!